Maar voor de bekendmaking van het eindbedrag ook hier een Ice Bucket Challenge. Een uitdaging die alle motorrijders die de Tour hebben begeleid aangaan. Ook Jan Scholtens, die we in Frankrijk hebben leren kennen, is van de partij. Ondanks het feit dat hij steeds zwakker wordt omdat hij zelf ALS heeft. Hij vindt het echt een fantastische dag dat hij dit mag meemaken. En hij vindt het heel naar dat hij niet meer goed te verstaan is. En dat geeft nu af en toe wat frustratie. Maar hij blijft positief. En die Ice Bucket Challenge is wel een enorme hype geworden. Hè? Hoe vind je dat nou dat jij hem zelf ook gaat doen? En natuurlijk kon de organisator van de Tour du ALS niet achterblijven. Koud. Maar voor het goed doel. Alles voor het goed doel. Dan moet je ook iemand nomineren, hè? Ja, duidelijk. Ikzelf zet echt het team van Hart van Nederland nu voor het blok. Bij deze zijn ze volledig uitgedaagd om als volledig team dit te evenaren. Oké, maar dat gaan we nu even niet doen, want ik moet nog werken. Je hebt 24 uur. Ik zie graag de beelden. Gelukkig mag geld overmaken ook. En dan is het zover, de bekendmaking van de opbrengst van de Tour. Maar liefst €1.345.000. Bij de bekendmaking zien we ook ALS-patiënt Leon terug. Ook hij bedwong de Mont Ventoux. Hoe gaat het nu met je? Ja, nog prima. Op zich. Ja, ik kom terug na een lange voorbereiding. En een super evenement. Dan val je toch in een gat. Maar Leon weet waar hij het voor heeft gedaan. Het is geweldig om te horen wat het uiteindelijk opgebracht heeft. Het is toch weer een mooie opsteker voor het onderzoek. Ja, geweldig.